Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli. Promotex, promotionele producten en textiel. Hogetex.com, meet- en machinegereedschappen. Chassisparts.com. En Ton van Leeuwen snijwerken. Welkom bij het Euro-VK Nederlands Kampioenschap Autocross in Baarle-Nassau, Noord-Brabant. Het is de zesde en laatste ronde van het kampioenschap op deze vrij korte 535 meter lange zandbaan, net op de grens met België. Het wisselvallige weer zorgde ervoor dat de baan geen enkel moment hetzelfde was. En dit onvoorspelbare karakter zorgde voor heel veel problemen bij de titelkandidaten. En in deze aflevering van RTL GP kijken we naar de titelstrijd in de nog onbesliste kampioenschappen. In de sprint 1600 klasse greep Rens van der Haas vorig jaar net naast de titel. En hij gaf zelf toen aan dat hij zijn huiswerk niet goed had gedaan. Iets wat hij in 2015 absoluut wilde rechtzetten. Van der Haas heeft het dit seizoen heel erg goed gedaan, maar hier in Baarle-Nassau lijkt het kampioenschap bijna door zijn vingers te glippen. Ja, ik moet deze manche proberen zo goed mogelijk te rijden en de finale ga ik waarschijnlijk niet meer halen. Dus het wordt voor mij waarschijnlijk een finale vanaf de zijkant. Dan ben ik afhankelijk van hoe de anderen gaan presteren. De eerste manche ging ik meteen uit begladde omstandigheden rond en toen verloor ik, ja, mijn fusée ging kapot. Dus toen kwam ik in de kant terecht en de tweede manche zat ik voorop en toen, ja, toen gleed ik om en toen kwam ik ook tegen de bult tot stilstand. Dus ik heb het nog niet zo goed gedaan vandaag en nou mag ik nog een keer achterop starten en ja, eens kijken hoe het afloopt. Maar ja, ik kan de finale bijna niet meer halen, denk ik. En dat is goed nieuws voor zijn directe concurrenten in het kampioenschap. Dus ook voor Patrick Boussekol, die op dat moment tweede ligt in het klassement. Maar ook hij heeft het geluk niet aan zijn zijde. Het moet er gaan gebeuren. Zometeen zoveel mogelijk punten halen, want net de marge vol uitgevallen op de tweede plek. De eerste marge was ik 3. Dus het moet nu dadelijk punten scoren dat ik finale kan halen. Ja, dan zijn de kansen nog open. En dat klinkt misschien wel als muziek in de oren van Dirk-Jan Middelveld, de nummer 3 in het kampioenschap die hiermee zijn kansen op de titel ziet toenemen. Maar ook hij blijft niet bespaard van de nodige pech. De eerste manche bij mij was ook slecht. Ik ging over de kop, koprol meegemaakt. Ik zag de auto staan. Ik denk, nou, dat kon wel eens klaar zijn voor vandaag. Maar gelukkig met heel veel hulp van andere toffe mensen hebben we die auto weer klaar gekregen. En uit de tweede serie werd ik 4e, dus ja, er moet nog wel wat gebeuren, zeg maar. Maar we staan er nog. En ja, gewoon een kwestie maar zo hard mogelijk rondknallen en proberen geen fouten meer te maken. Dat moet een ander dan maar doen. Hè? De nummer 4 in het sprint 1600 kampioenschap en ook regerend kampioen is Edwin Tolkamp. En hij is de enige hier in Baarle-Nassau die juist wel goed presteert en pole position pakt voor de finale. Ja, dat kan ik met de pet ook nog niet bij. Bij ons gaat het goed. Alleen zoveel pech uit Rens heeft, dat... Ja, dat is eigenlijk niet leuk meer en niet normaal meer. Ik bedoel, dat is echt pech. Maar daarentegen moet ik me geloof ik wel winnen om kampioen te worden. Dus nou, en dat mooie is niet te doen voordat we ook kunnen zeggen dat we kampioen zijn. En dan de stand van zaken voor de finale. Rens van der Haas heeft inderdaad de finale niet gehaald en zal vanaf de zijlijn moeten toekijken. Dirk-Jan Middelveld en Patrick Boussekol starten vanaf de laatste rij. En dit is dus een buitenkansje voor Edwin Tolkamp, hier rechts in beeld op de voorste rij. Lichten zijn uit en dan zijn we vertrokken. De beste start is voor de witte sprinter met het oranje frame, dat is Charles van der Broek. Neemt de leiding voor Edwin Tolkamp, terwijl we Maarten de Weert met de lichtgrijze sprinter op de derde plaats zien. Aan de binnenkant, Edwin Tolkamp. Probeert er voorbij te gaan, hij moet er voorbij. Want met Rens van der Haas niet in deze finale, moet Edwin Tolkamp winnen, dan is hij kampioen. En dat hangt dan natuurlijk ook nog wel af van wat Patrick Boussekol en Dirk-Jan Middelveld doen. Maar die zitten ver achterin, geen zicht en komen niet naar voren. Maar ja, Edwin Tolkamp, die zit vast. Vast achter Charles van der Broek. En dat is dus een heel erg groot probleem. Rens van der Haas, die dus niet meedoet in deze wedstrijd, ziet wel hoe langzaam maar zeker de steentjes zijn kant op vallen. En dan is Rens van der Haas kampioen. Want Charles van der Broek wint de wedstrijd. Edwin Tolkamp wordt slechts 2e. Patrick Boussekol 8e. En Dirk-Jan Middelveld 12e. Ja, heel het jaar al veel pech. En nou, eindelijk is het gelukt. En echt super, ja. Rens van der Haas kon zijn titel vorig jaar niet verdedigen. Maar dit jaar is hij opnieuw de beste. En met slechts 1 punt verschil is hij opnieuw kampioen in de sprint 1600 klasse. En hij zag het gebeuren vanaf de zijlijn. Ja, ik zat er wel langs de kant een beetje te juichen voor degene die op kop zat. Van, dat hij door moest rijden. Zodoende kon ik nog kampioen worden.
En degene die voorop zat rijdt met ongeveer exact dezelfde auto als mij. Dus ik had er de volle vertrouwen in. En volgend jaar dus weer startnummer 301 voor Rens van der Haas. De deelnemers van de Keverklasse staan ook klaar voor 3 voorrondes en de beste 15 gaan door naar de finale. En enkel daar scoor je punten voor het kampioenschap. Dat weet ook klassementsleider Peter Timmermans, de Belg die al jaren meedoet aan het Nederlands kampioenschap, maar steeds naast de titel grijpt. Gaat het dan dit seizoen wel lukken? De eerste 2 maanden was bar slecht. Ik zit een beetje op de aan het zoeken en ik hoop dat het nu goed komt, want anders dreigt het weer mis te lopen. Voor de zoveelste keer. Blijven hopen, maar ik weet het niet goed. Ook regerend kampioen Jan-Paul Klaster met startnummer 401 maakt nog kans op de titel. Hij won de vorige wedstrijd in Haarlem, maar moet hier in Baarle-Nassau flink aan de bak om het kampioenschap binnen te halen. Er moet eigenlijk heel veel gebeuren. Als ik wil winnen, dan kampioen worden, dan moet ik winnen. En dan moet Peter niet hoger dan 6e komen. Dus dat wordt echt heel erg zwaar. Ik ben de eerste serie met mijn laatste geworden, ook uitgevallen en de ronde gegaan. Tweede serie heb ik wel gewonnen. Ja, ik moet nu van de derde rij afkomen, dus het is een rare dag. Ook Marco Rabe hier met startnummer 407 maakt nog kans op de titel. Maar dan moet hij hier winnen en Jan-Paul Klaster en Peter Timmermans moeten buiten de top 5 finishen. Alles is mogelijk, maar alle 3 de heren staan in de finale en Timmermans en Klaster starten vanaf de 2e rij. Marco Rabe vinden we op de 1e rij, 2e van links. Terwijl daar helemaal rechts in beeld in het zwart-geel Jasper Pauw de snelste was in de voorrondes en is hier wel goed weg. Maar de beste start is er voor John Verberg aan de buitenkant. En die probeert de leiding te pakken bij het ingaan van de eerste bocht. Moet het daarin opnemen tegen Jasper Pauw. Die zit aan de binnenkant voor de eerste knik. Maar Verberg blijft daar zitten aan de buitenkant. Ja, de tweede bocht die gaat rechtsaf. En dus zit het daar heel dicht bij elkaar. Even later zien we hier dat Jasper Pauw alsnog John Verberg voorbij gaat. Terwijl Marco Rabe hier 4e ligt en Peter Timmermans op de 6e plaats. Die wordt uiteindelijk terugverwezen naar de 7e. Terwijl Jan-Paul Klaster niet verder komt dan de laatste plaats in deze wedstrijd. John Verberg leidt en wint dan ook de wedstrijd. Hij heeft er lang op moeten wachten. Maar eindelijk is het raak in de Keverklasse voor John Verberg. Ja, gelukkig wel. Eindelijk is het een mooie dagoverwinning. Dat is weer 2,5 jaar geleden, denk ik. Dus ik ben er wel heel blij mee op een thuiswedstrijd in Baarle-Nassau weer. En dan toch, heel de dag ging het een beetje moeizaam. Maar in de finale hadden we de draai weer gevonden. En met Marco Rabe die niet verder komt dan de 4e plek. En Peter Timmermans die 7e wordt, is de Belg de nieuwe kampioen in de Keverklasse. De eerste Belg dat Nederlands kampioen wordt. Keverklasse, mooi, supermooi. Ongelooflijk. En het goede nieuws is dat Peter Timmermans al heeft aangegeven volgend jaar terug te keren om zijn titel te verdedigen. De superklasse kent al heel wat kampioenen, maar de titel is nog niet naar deze Tim ten Dolle gegaan. Het lijkt dit seizoen wel zijn kant op te gaan vallen, want met 2 overwinningen leidt hij het klassement. Toch is er door magere resultaten in Zuidwolde en Haarlem nog helemaal niets beslist. En moet hij hier in Baarle-Nassau goed zijn kop erbij houden. Nou ja, niet te veel risico's nemen, want finish is natuurlijk het belangrijkste, het allerbelangrijkste. En zorgen dat we finale halen. En dan moet het gebeuren natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Maar om de titel te pakken moet Tim ten Dolle wel autocross-veteraan Erik Ankersmit achter zich houden. Nou, ik ben al eeuwig 2e genoemd, dus... Dit is de laatste manier om het recht te zetten. Na een hele lange periode van autocross. Dus ik ben anders dan anders. Dat wil ik best wel weten. Bart-Jan Blauw met startnummer 12 ging dit seizoen 2 keer hard over de kop in de finale van Pieter Zijl en Holter Hoek. Maar ondanks die crashes maakt ook hij nog kans op de titel. Ja, dat hadden we zelf ook niet verwacht. Wat je al zegt, op de kleibanen hadden we eigenlijk wel wat verwacht om mee te kunnen doen. Ja, die gingen allebei goed fout. En nou hebben we op het zand wel behoorlijk wat punten gescoord. En ja, nou kunnen we nog kampioen worden, maar daar gaan we eigenlijk niet van uit. Ook Lars Goossens, Erik Pijnenburg en Jeremy en Gerrit Nap maken nog kans op de titel. Maar dan moet het echt flink fout gaan voor de andere kanshebbers. En Jeremy Nap was de beste in de voorrondes en start helemaal rechts in beeld. Ernaast Tim ten Dolle en in het midden Erik Ankersmit. Wachten op de start, die o zo belangrijk is hier in Baarle-Nassau. Wie heeft dan de beste start? Dat is Jeremy Nap. Heel goed weg. Tim ten Dolle houdt stand op die 2e plaats. Erik Ankersmit probeert het dan aan de buitenkant. En dan zit hij eigenlijk op de verkeerde plek. Want Willem Snijder wordt hier geraakt door Lars Goossens. Raakt daar Erik Ankersmit. En die gaat over de kop. Heel veel schade bij Ankersmit. Natuurlijk een code rood situatie. De wedstrijd wordt stilgelegd. Laten we nog eens kijken wat er gebeurt. Lars Goossens zit helemaal aan de binnenkant. Raakt daar Willem Snijder.
Die duikt dan in de zijkant bij Erik Ankersmit en die gaat over de kop. Ontzettend zuur voor een coureur die zijn laatste wedstrijd als autocrosser hier zou rijden. Maar hij is niet uit de race. Hij wil niet opgeven. Team heeft gezien dat ze dit kunnen repareren. En ze hebben dan 10 minuten nadat de auto van de baan is gesleept, voordat ze weer klaar moeten staan voor de start. En daar is Ankersmit klaar voor de start. Een mega job van het team. Ook Willem Snijder, daar links in beeld, is erbij. Lars Goossens niet op de startgrid. Hij heeft de zwarte vlag gekregen voor onsportief rijgedrag en mocht dus niet meer van start gaan. Eens kijken of Jeremy Knapp met dat dikke Chevrolet-blok achterin weer goed weg is. Nou, hij is inderdaad goed weg. Tim ten Dolle moet gaan verdedigen ten opzichte van Ankersmit. Die probeert opnieuw aan de buitenkant er voorbij te gaan. Maar Jeremy Knapp heel duidelijk aan de leiding. Terwijl Ankersmit buitenom gaat bij Tim ten Dolle. Knappe actie van Ankersmit die daarmee dus nu op de tweede plek terechtkomt. En is dit dan alsnog de dag voor Ankersmit? Vooraan Jeremy Knapp die leidt. Terwijl we zien dat Erik Ankersmit in één keer de snelheid verliest. En hij moet de sprinter aan de kant zetten. Einde wedstrijd en einde titelkansen voor Erik Ankersmit. De zege gaat uiteindelijk naar Jeremy Knapp voor Erik Pijnenburg en Tim ten Dolle. Maar wie is er dan kampioen? Eén ding is zeker, Jeremy Knapp wint de wedstrijd. Ging eigenlijk, de eerste start ging veel beter. En met de tweede start heb ik niet getankt. Dus daar had ik last van met de tweede start. Maar ja, het stond nog goed gekomen. De tweede overwinning van het duo Jeremy en Gerrit Knapp dit seizoen is niet genoeg voor de titel, maar wel voor de derde plek in het kampioenschap. Kampioen in de superklasse is natuurlijk Tim ten Dolle. Ja, eindelijk. 5 jaar hard werken met die jongens allemaal. Het heeft eindelijk zich beloond, zeg maar. Ja, echt supermooi. Met maar 4 punten voorsprong op Erik Pijnenburg is Tim ten Dolle dus kampioen. En zo zijn er nog 2 kampioenschappen die nog beslist moeten worden. Bij de junioren en bij Divisie V. U ziet het zo, na de onderbreking. Graag tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli. Promotex, promotionele producten en textiel. Hogetex.com, meet- en machinegereedschappen. Chassisparts.com. En Ton van Leeuwen snijwerken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli. Promotex, promotionele producten en textiel. Racing Expo 2016. Chassisparts.com. En Postma Autosport.nl. Welkom terug bij het Euro-VK Nederlands Kampioenschap Autocross in Baarle-Nassau. Het is de allerlaatste ronde van het seizoen en in deze aflevering van RTL GP ziet u de ontknopingen van de verschillende kampioenschappen. In de divisie V, de voorwiel aangedreven productieauto's, zijn er maar liefst 5 titelkandidaten. Met als klassementsleider Arjen de Wilder met startnummer 810. Hoe ziet hij zijn kansen? Ik heb geen idee. Het is en blijft mechanisch. Alles kan stuk gaan. Uitdraaien is alles. In die finale komen en in de finale moet het gewoon gaan gebeuren. Kapper goed bijhouden en netjes uitdraaien, denk ik. Stefan van Dijk met startnummer 846 stond lange tijd bovenaan in het kampioenschap. Maar pech lijkt hem te achtervolgen in de laatste 2 NK-wedstrijden. Ja, het zat vorige keer allemaal een beetje tegen. Een hoop pech gehad, 2 keer lekker band en brandspomp kapot. Nou ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar je wat overmacht is. Dus ik hoop dat het vandaag beter gaat. En de eerste manche hadden we weer pech. Koelslang eraf. Mijn been nog even verbrand. Dus het was even een twijfelvalletje of dat ik daarna nog mocht rijden. Dus, maar dat ziet er allemaal goed uit. Dus waarschijnlijk kunnen we de dag netjes afmaken. En ik was net 4e. Dus ik hoop nu toch wel in de top 5 te zitten. Om kans te maken op een plaats rechtstreeks in de finale. En anders proberen via de halve finale. Er waren nog meer titelkandidaten. Maar zowel Arjen de Wilde als Stefan van Dijk halen de finale in Baarle-Nassau. En daarmee gaat de strijd echt tussen deze 2 coureurs. En zij starten op de tweede rij. De beste in de kwalificatierondes was de winnaar van de vorige wedstrijd in Haarlem. Alfa-coureur Gerard de Jong. En die staat helemaal rechts in beeld als we hier zijn vertrokken. Wie is er dan het beste weg? Het lijkt Mark van Lier op te zijn in de gele Opel. Maar let op wat er gebeurt. Vanaf de tweede rij komt daar in het blauw-groen helemaal naar voren Wout Hesseling. Zit aan de buitenkant bij het aanremmen van de eerste bocht. En zit dan daar naast Kees Dame. Ook Stefan van Dijk met de Toyota komt naar voren. Hij vecht daar met Gerard de Jong en die blijft op de 3e plaats met de Alfa. Zit hier helemaal aan de binnenkant bij Kees Dame. En ja, dat werkt. Goed gedaan van Gerard de Jong.
pakt hier de tweede plek over in de wedstrijd. Het geeft Wout Hesseling de kans om weg te komen. Hesseling die dus zich niet goed kwalificeerde via die kwalificatierondes, maar heel goed gestart is. Toch is daar toch een enkel een probleem. Gerrit de Jong komt aan de leiding te liggen. Dan zien we daar dat Wout Hesseling terugvalt. Stefan van Dijk op de tweede plaats, maar die krijgt het ook niet helemaal zoals hij het wil hebben. Gerrit de Jong die wegloopt. En aan het einde van de wedstrijd is het Stefan van Dijk die heel veel snelheid verliest. Sterker nog, het lijkt erop alsof hij de wedstrijd niet zal finishen. Dat gebeurt uiteindelijk wel. Deze Jochem Eelderink gaat er nog voorbij voor de tweede plek in de wedstrijd. Maar let op boven in beeld wat er gebeurt. Hij valt stil, Stefan van Dijk, maar kruipt nog over de finish als derde. Terwijl Gerrit de Jong voor de tweede keer een zege pakt in divisie V. Ja, gisteren was er lichtelijk paniek bij ons in de tent. Werd ons gisteren verteld dat we niet op beatlockvelgen mochten rijden. We hadden alleen maar beatlockvelgen. En dankzij echt de superservice van Jeroen van Zon, autocrossbanden.com, die hebben ons vandaag de velgen en de banden geleverd, waardoor we vandaag als eerste over het finish konden komen. Dus super bedankt. Met 9 punten verschil laat Stefan van Dijk Arjen de Wilde achter zich en is hij eindelijk de nieuwe kampioen in de divisie V-klasse. Ja, eindelijk inderdaad. Vorige wedstrijd een hoop pech gehad. En ja, met alle monteurs druk geweest en met een hoop geluk en een beetje hulp van boven, dan kom je een heel eind. En ook met de hulp van sponsoren kom je een heel eind. Zo is ook dit jaar Promotex weer sponsor van het Euro-WK Nederlands Kampioenschap Autocross. Promotex is leverancier van logodragers. Dus als we het nou over werkkleding hebben, belettering, bestikkering van auto's en bussen, promotionele kleding, sportkleding, overal waar je een logo op kwijt kunt, dat leveren wij. En dan heb ik het niet alleen over textiel, maar ook over giveaways, relatiegeschenken. En voor straks, waar wij inmiddels al mee bezig zijn, de kerstgeschenken. Als je hier om je heen kijkt, zie je alleen maar sponsoruitingen. Dat moet allemaal aangebracht worden op de kleding, op de auto's, et cetera, et cetera. En wij sponsoren dit evenement natuurlijk bijzonder graag. Want het is voor ons eigenlijk geen mogelijkheid om dichter bij onze doelgroep te zijn dan een autocross evenement. Wij doen ook de kleding van de marshals. Dat is weer een ander item natuurlijk. Dat is veiligheidskleding, neonkleurige hesjes, jassen, et cetera. Ook de EHBO'ers moeten goed herkenbaar zijn. En in deze weerwar van logo's kan je die mensen niet in een roze of zwart donkerbruin shirt stoppen. Die moeten van ver af herkenbaar zijn. Daar hebben wij ook bepaalde kleding voor. Kwaliteit en veiligheid staat voorop in elke tak van sport. Zo ook bij het Euro-WK Nederlands Kampioenschap Autocross. We gaan verder met de juniorklasse waar jong talent vanaf 13 jaar uitkomt in feitelijk bijna standaard productieauto's tot 1300 cc. En het is Gijs Kovacs met startnummer 511 die de leiding heeft in het kampioenschap. Ja, we hadden het eigenlijk niet verwacht. Ja. We hadden eigenlijk gehoopt op heel te seizoen om finale te halen en uiteindelijk top 10 zou natuurlijk. Waren we hartstikke blij mee, maar ja. Dat ik nu eerst zou staan, nou ja, hadden we eigenlijk niet verwacht. Direct op zijn hielen zit Werner van Rossum met startnummer 503. Op sommige punten dan gaat het nog niet zoals ik het zelf wil. Maar ik wil het gewoon nu weer laten zien. En dan goed staan in de finale. En dan ga ik het proberen. En ook Richard Huisman met startnummer 510 is een van de titelkandidaten. Vandaag gaan we proberen alles er aan te doen om te winnen. Mijn doel is sowieso dit jaar alleen KS finale te hebben gehaald. Nou, dat gaat denk ik nu wel lukken, want ik heb nu al 2 mans gewonnen. Dus. Finale is pas beslissend. Maar ik sta nu met schrap 6 en moet het heel gek gaan lopen voor de anderen dat ik kampioen word. En ook Isra van der Vossenberg met startnummer 504 maakt nog altijd kans op het kampioenschap. Maar vooraan, dat zien we hier, gaat de strijd tussen Raymond van Rossum, de broer van Werner, en met de 510 Richard Huisman. Werner van Rossum die schuift dan op naar de 4e plaats, maar hij krijgt het in deze wedstrijd zwaar en valt uiteindelijk terug naar de 7e, vlak voor Gijs Kovacs. En of dat dan voldoende is om de titel binnen te halen, dat zal aankomen op wat er verder nog gebeurt vooraan. En helemaal vooraan voert Richard Huisman met de rode Suzuki de druk op Raymond van Rossum en in de allerlaatste ronde van de finale gaat hij er voorbij. Kampioen worden was lastig, maar een zege pakken in de finale, dat stond nog op de to-do-list en die kan hij nu af gaan vinken. Patrick de Hoop wordt uiteindelijk 3e in deze wedstrijd vlak achter Raymond van Rossum, maar de winnaar is dus Richard Huisman.
Ik denk, oh, er wordt weer 1-2 met Verossum, dat is in Haarlem. Ja, laatste bocht en Verossum maakt foutje. Ik denk, ja, nou zet ik hem er ook tussen. Ja, en dan zo mooi als je dan wint. Dat is echt super. Door net voor Gijs Kovacs te finishen heeft Werner van Rossum exact evenveel punten als Kovacs. Maar omdat Werner van Rossum 2 wedstrijden heeft gewonnen, is hij de nieuwe kampioen in de juniorenklasse. Gijs Kovacs die kwam mij in één keer voorbij. En toen ging ik hem weer voorbij. En ja, gelukkig ging ik voor hem over de streep dus. In de Sprint 2000-klasse werd Jacob Heeris al kampioen tijdens de 5e ronde in Haarlem. Waarbij hij dus Chris Wagenaar achter zich liet. Maar het is diezelfde Wagenaar die hier in Baarle-Nassau de leiding pakt, terwijl Jacob Heeris ergens in het middenveld blijft hangen. Hier gaat het mis voor Wagenaar als hij zich klemrijdt op een achterligger. En zo pakt Pieter Menne voor het eerst in lange tijd weer een overwinning. Ik denk, die moet ik kunnen pakken. Moet ik halen. En toen koos hij op een gegeven moment een binnenbocht achter 3 achterliggers. Ik denk, nou schakel ik in een keer terug, niet remmen, ga ze erop en dan pak ik ze buitenom. En toen had ik hem. En toen was het nog een ronde en toen was de mijns afgelopen. Dus klaar, hebben ze. Hebben ze is het ook voor Jacob Heeris, die vorig jaar zijn debuut maakte in de Sprint 2000-klasse en direct kampioen werd. En nu dus zijn titel prolongeert, ondanks een tegenvallend resultaat in Baarle-Nassau. In 2016 rijdt hij dus opnieuw met startnummer 101. En ook in de tourwagenklasse is de kampioen al bekend. Met startnummer 603 is dat Erwin Brederland. Maar alsof de kampioenen al hun geluk hebben kwijtgespeeld, blijft ook Erwin Brederland in het middenveld steken. Als een duveltje uit een doosje is daar opeens Sander Bourgogne met de witte Audi Quattro. Oud-kampioen Tom van Leeuwen kwam nog in de buurt, maar Sander Bourgogne was de snelste in de kwalificatierondes en de snelste in de finale. En dat belooft wat voor volgend jaar. Ja, ik heb het hele jaar een beetje pech gehad en Holtrook 1 maas gereden en toen de 2e maas ging hij kapot. En nu de hele wedstrijd kunnen uitrijden met de finale en eerste plek. Met 3 overwinningen en 2 top 3 resultaten is Erwin Brederland terecht de nieuwe kampioen in de tourwagenklasse. En neemt hij het bordje 601 over van zijn broer Peter Brederland. Ja, super. Super jaar gehad. Ze moeten alle sponsoren bedanken. Alle supporters die het hele jaar zijn geweest. Vandaag zijn ze allemaal weer geweest. Echt geweldig jaar gehad. Ik kan ze niet genoeg bedanken. Echt waar. Zonder hun was ik hier niet. En dat was het voor seizoen 2015 van het Euro VK Nederlands Kampioenschap Autocross. Kun je niet wachten tot het nieuwe seizoen weer begint? Dan kun je onder andere terecht bij de Racing Expo. Ja, de Racing Expo is een beurs, een auto- en motorsportbeurs die georganiseerd wordt door WRO Promotions en WTC Expo in Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016. Racing Expo is een auto- en motorsportbeurs voor het hele gezin. Er is van alles te zien en te doen. Alle takken van de auto- en motorsport komen aan het bod. En wil je meer informatie over deze beurs en ook over ticketverkoop, kijk dan op www.racing-expo.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Deine.nl, Japanse auto-onderdelen, de Italiaanse Meren, camping- en recreatiecentrum, en Promotex, promotionele producten en textiel.